Ja, een hele goede middag voor iedereen die al is ingecheckt. Ga lekker zitten. Als je denkt, hè, wie zijn die meiden? We komen toch voor een boekpresentatie. Zeker, die gaat over 10 minuutjes beginnen en wij verzorgen het voorprogramma. Wij zijn Spruit en Opperman. Ga er lekker voor zitten, pak iets te drinken, pak iets te eten. En tot die tijd verzorgen wij wat liedjes voor jullie. Ik heimwee naar de liefde zonder fout. Liefde zonder filter, liefde zonder voorbehoud. Liefde zonder voicemail, zonder bellen met een beeld. Zonder standaard, zonder keuze, liefde zonder wat er scheelt. Ik heimwee naar de liefde, zonder vinkjes in het blauw. Liefde zonder selfie, zonder het passen van een mouw. Zonder lipstick of mascara, zonder hashtag live, laugh, love. Zonder siliconen. Liefde zonder nog niet af. Ik heimwee naar de liefde, zonder rugzak, zonder rits. Liefde zonder maar misschien, liefde zonder mits. Liefde zonder gender, zonder show en neonlicht. Zonder dubbel glas, zonder een tweede gezicht. Ik heimwee naar de liefde, liefde zonder diamant. Zonder wat al, zonder wie weet, liefde zonder waar het strand. Zonder herkenning van een nummer, zonder bevestiging online. Liefde zonder muren, liefde zonder Valentijn. Ik heimwee naar de liefde. Liefde met mijn ogen dicht. Liefde in vertrouwen, op de tast in evenwicht. Ik heimwee naar de eenvoud. Ik heimwee naar de liefde, met wat liefde in het verschiet. Liefde zonder woorden, liefde zonder lied. Liefde zonder heimwee. Als je net bent binnengekomen in de stream, hartstikke welkom. We kunnen jullie allemaal zien, dus het is een soort van publiek, soort van ook niet. We kunnen jullie niet horen. Hartstikke welkom bij de boekpresentatie van Geven is Leven. Het wordt een boekpresentatie, dus als je denkt van, hè, waar is dat boek dan? Dat komt zo. Ons is eerst nog even gevraagd om een klein voorprogrammaatje te geven voor jullie. Gaan we ook doen met onze eigen nummers. Wij zijn Spruit en Opperman. We hebben zojuist het lied Liefde zonder heimwee voor jullie gespeeld. En dit wordt 4:15. Het was 4:15. Ik was 5 en ik dacht na, ik wilde zijn zoals mijn broer. Hij was al 8 en volgens pa al groot genoeg om op te blijven. Pa wist alles, ik dacht toen dat wanneer ik later groot ben, ik volwassen kan gaan doen. Het was 9:00. Ik was 8 en dacht dat ik mijn grootste lessen echt zou leren. Als ik droomde met mijn blik op oneindig, als ik al 12 zou zijn. Maart, april, mei zal het om het even zijn. Geen tijd te verliezen, ik weet steeds meer niet. Ik wil seizoenen met tijd. Over half juli. Ik was 12 en dacht dat ik een eigen mening zou gaan vormen. Als ik 16 jaar aantik, maar meer vragen blijven komen. Het wijze woorden neemt de tijd. Oktober neemt een loopje met me. Morgen wordt verleden tijd. Het was even over herfst.
Ik was 16 en had gedacht dat mijn route naar volwassen mij al verder had gebracht. Inmiddels 9 voor november, een uur wijzer achteruit. Haastig gespoed, ik wil vooruit. Geen tijd te verliezen, ik weet steeds meer niet. Ik wil seizoenen met tijd. Zoenen met tijd. Zet de tijd heel even stil. Ik ben de tel inmiddels kwijt. Blik op de horizon gericht. En ik blijf rennen, maar de tijd tikt de seizoenen langzaam weg. Besef wel dat ik ouder word. Maak me wijzer, stop de wijzer. Wijs de weg, ik schiet tekort. Bij het zien van nieuwe tijd is daar nog steeds de horizon. Onbereikbaar als voorheen. Maar ik weet, toen ik begon, leek de weg misschien wat korter. Ik wist nog niet wat ik niet weet. En er komen steeds meer mensen bij. Welkom allemaal, als jullie net zijn ingecheckt. Welkom bij de livestream van de boekpresentatie van Geven is Leven van Wim de Bundel. Wij zijn Spruit en Opperman en we zijn gevraagd. Ja, we hebben een hele belangrijke taak, want we zien een timer in beeld. En op het moment dat het 4 uur is, moeten we precies rond zijn. Ja. En tot die tijd mogen we jullie verblijden met enkele eigen liedjes. Heb je daar geen zin in, dan is het nu nog tijd om voor 3 minuten of naar het toilet te gaan, of even een drankje en een knabbeltje te pakken. Maar wees je ervan bewust dat we het zien. We zien nu mensen opstaan, wij zien jullie ook. Dus ook als je lekker in je neus zit te peuteren, we zien alles. Dus doe net alsof je echt publiek bent in de zaal. En we gaan nog 1 liedje voor jullie spelen. Dat is ook het lied waardoor wij Wim de Bundel hebben leren kennen. Het liedje heet ook Leer Me Kennen. Dat maakt de cirkel weer helemaal rond. Dus dit is het liedje, laatste liedje voordat we daadwerkelijk overgaan naar de studio. Vraag mijn voeten eens ten dans en neem mijn buik uit eten. Neem mijn willen eens op schoot. Bezorg mijn hoofd de dag van mijn leven en lach met mij mijn tanden bloot. Laat mijn ogen eens ontdekken wat ze nog nooit hebben gezien. Ga met mijn oor naar een concert en neem mijn arm op sleeptouw. Pluk met mijn vingers eens de dag. Steek je nek eens naar me uit en draai je hand eens voor me om. Bezorg mijn mond de grootste lach. Wees eens eerlijk naar mijn ziel en sluit dan vriendschap met mijn hart. En oh, je moet me leren kennen zonder iets te zeggen. En oh, reik ik je mijn vinger, dan geef ik je mijn hele hand. Vertel geheimen tussen neus en lippen door en wees jezelf ten voeten uit. Ga met mijn haren waaien op het strand en neem mijn slaap een avond uit. Wees een schouder aan mijn zijde, dan heb ik een been om op te staan. En oh, je moet me leren kennen zonder iets te zeggen. En oh, ik je mij.
mijn vinger. Dan geef ik je mijn hele hand. 4 uur, bam. Nou, voor 2 vrouwen hebben wij dit best goed getimed, toch? We hebben dit best goed getimed. Ja. Lieve mensen, wij gaan jullie doorverwijzen naar de studio. Daar gaat Wim de Bundel jullie alles vertellen over Geven is Leven. Maar we willen deze bijzondere gelegenheid toch eventjes aangrijpen om ook de gastheer van vandaag aan jullie te presenteren. Er kijken honderden mensen, kijk onwijs veel mensen. Meer dan 1000 mensen hebben zich aangemeld. Welkom allemaal. Jullie gastheer, als je denkt aan Geven, denk je aan deze man. Hij won eerder dit jaar de Four Freedoms Award. Jullie gastheer van vandaag, Sander de Kramer. Hey, dankjewel. Spruit en Opperman, we hebben genoten van de muziek. En het leuke is, jullie komen dadelijk nog een keer terug. Zeker. Yes. Ah, daar houden we jullie aan. Heel mooi. Heel hartelijk welkom bij deze digitale boekpresentatie van de bundel van de bundel, zou ik bijna zeggen. Het boek van Wim de Bundel, Geven is Leven. Wim, hij ruikt nog naar inkt. Ja, helemaal vers van de pers. Zaterdag met Selma naar Breda gereden. Daar kwam die binnen. Marula van de uitgeverij, die zei van, joh, ik wacht tot dit magische moment voor jou er is. Ja, ik heb die pallets dan opensnijden met een fileermesje en het was genieten. Zo. Ja. Jij hebt het vaker meegemaakt, dus je weet een beetje hoe het is. Ja, hoe is het om dat in je handen te hebben? Ja, heel bijzonder, heel onwerkelijk. Weet je, verleden jaar op LinkedIn geroepen, ik ga een boek schrijven. Nou, dan ben je even bezig. En een jaar later zit je hier dan en dan zit je de hele dag te genieten van alle reacties. Ik zag net op de schermen inderdaad mijn vader, ik zag Selma zitten, ik zag iedereen zitten. Ja, die komen allemaal binnen. Ja, ik zag mijn schoonmoeder inderdaad. Het is ook nooit een keer normaal met jou, hè? Als je iets organiseert, dan gebeurt er wat. Ja. We zien het allemaal zitten, die meneer met die rode trui aan, die zit nu bijvoorbeeld in zijn oor te pulken. Ja, dat kan gewoon niet, hè? Vertel jij eens even hoe je op dat idee bent gekomen. Nee, ja, weet je, Hans Jans is natuurlijk een topgozer van Denkproducties. En die zegt, joh, als jij zoiets moois gaat doen voor de foundation, dan ga ik je helpen met Central Studios. Dus deze mensen zijn fantastisch. Maar ja, het is ook een dag, aan de ene kant genieten, maar aan de andere kant ook een beetje verdrietig, Sander. Want dit exemplaar had ik willen uitgeven natuurlijk aan Bibian Mentel. Voor velen natuurlijk veel, ja, ze is veel te vroeg aan, maar voor velen zo'n inspiratiebron ook voor mij. Ja. Dus, ja. Wat verband had je met Bibian? Ja, voor mij was het, ik weet niet of er dadelijk die foto nog was inderdaad, die er stond, Sander, op de schermen, dat op een gegeven moment, in 2018, was ze bij ons op het bedrijf en een presentatie gegeven. En daarna zijn we zulke mooie dingen gaan doen met elkaar. Oh, hier zie je hem inderdaad. Ik heb haar leren kennen in 2014. En we beide gingen we inderdaad bij Rift 010 in Rotterdam gingen we iets geven. Hè. We gingen helpen, een mooi project. En hier zie je ook een beetje waar het vandaan is gekomen, de cover. We smilen, I have a dream, elke dag die droom voor je. Dus ja, waanzinnig mooi mens. De vriendschap met Edwin en met Bibian gegroeid in de loop der jaren. En ja, heel triest dat we vandaag niet kunnen zijn. Wel heel blij dat Edwin vanochtend mij belde. Hij zei, gast, ik ga er gewoon bij zijn. Ik weet dat Biep dat ook zou willen. Ik pak hem op, dus straks zien we hem gelukkig nog in de uitzending samen met Thijs. Ja. Dadelijk praten we met hem. En Thijs is ook van de Mentality Foundation. Ja. Daar zet jij je met hart en ziel voor in. Ja. Nog even een huishoudelijke mededeling voor de mensen die er niet in kunnen komen. Ja. Druk dan eventjes op het knopje camera aan. Ja. Een van de problemen was iets met een iPad. Ja, er zijn 2 groepen mensen. Hè. Dus we hadden inderdaad gezegd, we hebben de persoonlijke link. Nou, dat zijn er ongeveer 1000 geworden. Dat liep uit de hand. De mensen die de persoonlijke link hebben, kunnen camera aan uitdoen. Het liep zo uit de hand dat we gisteren nog de videostream, de Vimeo bij me hebben moeten zetten. Dus voor die geldt dat niet. Hè. Dus je moet even opletten. En er is ook technische support, dus dat gaan we allemaal regelen. Ja, want als je een technisch probleem hebt, dan ga je links beneden, daar zit een tapje. Dan kun je met het technische team praten eigenlijk. Ja. Zo is het. Nou, en als het goed is, komt het goed. En Hans Jansen van Denkproducties heeft net mijn iPhone overgenomen. Dus die gaat iedereen zitten hooi roepen. Oh, dat is heel goed. Ja. En als je natuurlijk een bericht naar jou wil sturen, dan kan dat ook. Ja. Dan sturen we een bericht naar info@gevenisleven.nl. En dan komt het allemaal hier binnen. Je ziet het. Ja, ja, je zei het net al, hè. Bibian staat ook pontificaal op de cover van het boek. En jij wilde eigenlijk dit moment ook een beetje aangrijpen om haar te herinneren. Ja, ik heb van de week contact gehad met Thijs en met Edwin. En we hebben een beetje stilgestaan. Wat kun je nou doen vandaag? Nou, stilstaan bij Biep, hè, die wil alleen maar bewegen. Mm-hmm. En er was inderdaad een heel mooi filmpje, een satirisch programma. Ik vergeet elke keer die naam, Sander, maar jij zou me helpen herinneren. Even tot hier en niet verder. Ja, even tot hier. Even tot hier. Dat is dat programma. Ja, en dat was precies een minuut en daar zat eigenlijk alles in wat Biep is. En we dachten, ja, weet je, stilstaan op deze manier met z'n allen eventjes, dat leek ons gepast. Gaan we kijken naar de video. Ja.
Soms denk je van wow, de draad ben ik kwijt. Dan denk je hè, en dan zie je de ding allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel indrukwekkend wondermens, Bibian Mentel, in 1 minuut. Here we go. Ze behoorde met het boorden tot de eenzame top. Maar wat het meeste valt te prijzen is de wijze waarop ze snowboardde dwars door een leven vol mirakels. En ze slalomde langs overdreven veel obstakels. Al vroeg werd ze gedwongen tot een beenamputatie. Door nog 2 nek en 5 long en 4 rugoperaties. Maar het werd ondergesneeuwd door haar wil om te leven. Met een wilskracht die schreeuwde, niet nemen maar geven. Haar stichting Mentality bevordert talent. Of je nou wel of niet gehandicapt bent, is cruciaal hoor. Een goede baankans voor alle invalide sporters. Helemaal door het groeiend aantal van Paralympische reporters. Zelfs na een halve dwarslesie dacht ze er niet aan te stoppen. Bij Dancing with the Stars deed ze alle harten sneller kloppen. Haar hele carrière leek er nooit een barrière. En ook nu nog zal ze ongetwijfeld dansen met de sterren. Laat ons aan haar denken, ook nu in de pandemie. Als we down van de lockdown steeds denken, wat kan er niet? Wees dan een beetje Bibian en volg haar model. Vergeet even wat er niet meer kan en denk aan wat wel. Ja, vergeet even wat er niet meer kan en denk aan wat wel. Dat is echt Bibian te voeten uit, toch? Ja, dat is het. Dat wat maakt ook dat we met z'n allen hier vandaag weer zijn. En dat we zeggen, joh, haar droom. Ik weet nog inderdaad dat ze bij Umberto was een paar weken geleden. En dat ze ook zei, ja, een van mijn dromen is dat de stichting blijft voortleven en de gedachte goed doorgaat. Ja, en ik denk dat we daar vandaag mee bezig zijn. En als je haar terug herinnert, dan geeft dat mij de energie om gas te geven weer vandaag. Hoe kijk je naar die beelden? Ja, bijzonder. Weet je, ook Dancing with the Stars, daar ben ik 2 jaar geleden volgens mij inmiddels al geweest met Selma op hun uitnodiging. Ja, dat is Bibian ten voeten uit, weet je. Dan sta je in de finale en dan geef je het podium inderdaad aan mensen. Dus weet je, wat er dan gebeurt is zo mooi. Dus, nou. Ja. Het raakt je, ik zie Ja. Beetje een jaar bezig en dan... Maar daarvoor geven we gas vandaag, Sander. Ja. Nou, we gaan aan tafel zitten. Ik voel me een beetje Matthijs van Nieuwkerk. Die zijn altijd aan tafel. Ja, maar dan laten we even dat zwaarte even hier, Sander. Dan gaan we ook een beetje... De luchtigheid. De luchtigheid weer induiken. Nou, ik ben wel benieuwd. Hoe komt dan zo'n Wim de Bunde op het idee om een boek te gaan schrijven? Hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk heel overzichtelijk. Er kwamen 2 stormen samen verleden jaar voor mij. In januari, out of the blue, ontslagen. Heel apart om mee te maken. Ik liep mijn kamer binnen en het was einde oefening. Gelukkig hele goede afspraken gemaakt. Altijd weer om wat kan wel. Dus niet denken wat blijven hangen. Ja, want waar werkte je toen? Ja, bij Nationaal Nederlander. Voor degenen die het niet weten. Ja. En dat was een einde op een gegeven moment. 25 jaar Deltaloid Nationaal Nederlander. Goede afspraken. En gezegd, joh, we gaan op die manier afscheid nemen van elkaar. Als het meisje niet meer van je houdt, moet je op een gegeven moment wat anders gaan doen, Sander. En dat is eigenlijk, ik had dat allemaal gepland. En toen kwam corona. Ja, en toen was het echt inderdaad een beetje, kwamen die 2 stormen samen. Ik had het een beetje moeilijk mee. Ik had een gesprek met Huip Bartels, coach van mij. En zij schrijft wat uit. Ja, nou, ik was eigenlijk niet iemand die heel veel ging uitschrijven, maar ik ging het toch doen. Schrijven ze wat uit? Eigenlijk een beetje als therapie? Ja, een beetje rouwverwerking. Dus ik schreef mooie dingen uit de periode dat ik directeur Mark Sales, zowel zakelijk als privé, met mijn moeder. En dat ik, nou, weet je, allemaal mooie dingen. En ik stuurde naar Huip toe om een gesprek te voeren. En hij zei, wel leuk geschreven. Ik zei, ja, maar dat zeg je tegen alle meisjes, hè. ja, weet je, dat het een beetje is van, weet je, ik denk, ja, die vindt mij natuurlijk een beetje zielig. Nou, hij zei, nee, echt leuk. En ik nog een keer schrijven. En hij zei, daar moet je wat mee doen. En ik heb mijn zus gebeld, dus een toppertje, die is reisjournalist, is ook, die weet alles van boeken. Ja. En die zei, nou, zullen we het samen gaan doen? Ja, dat is een feestje geworden, Sander. Ik ben net Forrest Gump, niet meer opgehouden met schrijven. En dan zit je hier een jaar later. Ja. Waar gaat het boek over? Ja, weet je, in die periode dat ik begon met schrijven, eigenlijk begon ik ook eerst te denken, ben ik gaan nadenken in die 12 jaar. Het is dus het bakend af de 12 jaar dat ik directeur Markt Sales was. Eerst voor Deltaloid, later voor Nationaal Nederlander tijdens integratie. En ik ging terugkijken, zakelijk en privé, wat is er me eigenlijk allemaal overkomen. En elke keer als iets moois was, dacht ik, ja, maar toen begon ik ergens met wat te geven. En als er wat gebeurde, privé's, en wat een mooi moment, was het met geven. Als ik tegenslag had, ging het om geven. Dus ik ging terugkijken. Ik denk dat geven, ik had al wat langer een beetje een slogan van gemaakt, gevensleven. Ik denk, ja, misschien kan dat wat meer worden. En zo ben ik op gekeken. Ik ben heel veel gaan lezen ook over geven. En als je dan de wetenschap gaat, de literatuur pakt. En dan zie je dat het bijdraagt aan je gezondheid. Bijdrage in succes, bijdrage in geluk. Ik denk, nou, volgens mij ga ik hier gewoon kijken hoe ik ver kom. En alles heb ik opgeschreven wat ik ben tegengekomen. Ja. Dus eigenlijk is geven een beetje een sleutelwoord in jouw leven geworden. Ja, eigenlijk is het een beetje van een slogan naar een soort rode leidraad. Een leidraad, een soort missie in mijn leven geworden.
Waarbij ik ook wil uitkijken, niet als een soort Jehovah getuige iedereen van, joh, heb jij wel genoeg gegeven? Nee, weet je... Nee, je doet het onorthodox. Je pakt ze bij de broekspijpen en je zit het leeg, toch? Ja, maar dat is een beetje Wim de Bundel. Ja, dat is niet leeg schudden. Dat is gewoon laten zien dat het goed voor je is. Dat het goed voor je gezondheid is. Dat is anders, Sander. Hey, wat wil je bereiken met het boek? Ja, weet je, voor mezelf begon het met rouwen. En heel terugblikken. Maar langzaamaan kwam daarbij. Ik dacht, ja, als dit boek ook wat kan betekenen om mensen te inspireren om te geven... Maar ook inderdaad, ik dacht van ja, je kan niet een boekgevers leven schrijven zonder daar iets aan te koppelen. En nou, daar komen we straks natuurlijk ook nog even op terug. Dus ik heb gezegd, joh, het tweede doel is ook geld ophalen voor de foundation. Eer betonen aan Bibian. Ja, en eigenlijk een beetje ja, mijn gedachten goed delen. En op die manier eigenlijk zeggen, joh, ik wil inspireren om te geven, maar het ook makkelijker maken. Ja, want dat is eigenlijk ook een van de redenen om het boek te kopen, toch? Je helpt, ja. Maar je haalt er ook heel veel mooie dingen uit. Ja, ja wat... Weet je, wat ik nu terugkrijg van mensen, ik heb, dat is het voordeel als je een beetje marketingervaring hebt. Dus ik heb redelijk wat mensen laten vooruitlezen en gevraagd wat halen ze eruit. Ze zeggen, ja, één, het leest eerst als een raket, hè, het leest als een trein. Maar ze halen er ook heel veel inspiratie uit, heel veel nieuwe ideeën op. Ik krijg berichtjes van mensen die zeggen, joh, ja, ik ben eigenlijk wat meer gaan geven zonder dat het me moeite kost. Hè. Dus het eigen bewustzijn, het gaat niet om dat je meer tijd of meer geld. Nee, als je nou eens even één stapje langer nadenkt, een minuutje nog niet eens, kan je veel makkelijker geven. Dus, nou, we kennen elkaar een tijdje en ik weet dat jij salesmanager van het jaar bent geworden. Je bent een enorme verkoopman. €5 per verkocht boek gaat naar het goede doel, gaat naar de Mentality Foundation. Ja. Hoe loopt het inmiddels? Ja, het gaat als een raket. Ja, we hebben die check, houden we nog eventjes geheim. Maar je ziet hier een beeld voor de kijkers, inderdaad de Club van 100. Dus ik ben inderdaad, de webshop stond open. Mensen konden loskopen, maar ja, wat een beetje heeft opgeschoten is dat hier IGNA, Nieuw Financieel Forum, Allianz, Rotterdam Charity Club en VGA, ja, die hebben allemaal 100 of meer boeken gedaan. Ja, en daardoor is het echt wel een leuk bedrag aan het worden. En degene die mij een beetje kennen, ja, zit er altijd, de drive staat altijd aan, Sander. Ja. Dus het gas mot erop. Dat is zo. Ja. Hey, even over het boek. We gaan wat dieper op het boek in. Het bestaat uit 4 episodes. Ja. Begin eens bij episode 1. Ja, episode 1 pak ik eigenlijk de draad op in 2008 als ik begin als directeur Markt en Sales. Ja. En we hebben het IGNA-rapport, staat in rode lantaarndrager van de pensioenmarkt. Deltaloid, ik was verantwoordelijk voor het pensioenbedrijf, commercieel. Ja, en eigenlijk pak ik daarop van welke stappen hebben we nou gezet om uit het slop te komen. En eigenlijk is het thema daar geweest, gas geven. Maar jij zegt rode lantaarndrager, stond je echt onderaan? Nou, niet een beetje onderaan. We zagen de rest al niet meer. Weet je, we waren ver uit beeld. Weet je, jij bent een beetje sportman, hè? Dat die Tour de France, die rode lantaarndrager, die bungelt erachteraan. Nou, het goede nieuws bij de Rode Lantaarn, bij de Tour de France, daar verdien je nog poed mee, want dan kom je in beeld. Nou, wij waren helemaal niet meer in beeld, Sander. Ja. Dus, nou, dat we zijn... lijkt me wel een klus dan. Dat is eigenlijk voor een enorme klus. Ja, maar ook wel gaaf, weet je. Kijk, slechter kon ook niet, hè. Kijk. Dus op een gegeven moment zijn we gaan kijken en nou, in het boek neem ik je mee op reis. Hè? Jos Burgers, ik zag hem net al in de uitzending, hebben we gewoon hondenbrokken activiteiten gedaan. Hondenbrokken activiteiten? Ja. Jos is wat dat betreft aandacht, begrip en complimenten. Jos hebben we in een groot hondenhok. Ga je zien die foto in het hondenhok. In de uitzending hebben we daar gezet. En ja, daar stonden mensen inderdaad door bewustwording. Jos' mantra is aandacht, begrip en complimenten. En eigenlijk steeds meer die klantgerichtheid in te brengen. Maar dat hebben we ook gedaan met Robert en Brink. Ja, die komen we ook tegen in het boek. In een love limo zijn we naar een adviseur gegaan. We hebben de liefde verklaard aan de adviseur. Want we geloven dat als we die adviseur goed bedienen, ja, dan gaat dat vanzelf de wereld open. Nou, en eigenlijk alle leuke dingen die we die periode managerial, marketing sales-wise hebben gedaan, komen we voorbij in een soort anekdotevorm. Maar ook wat privé dingen. En een collega, ja. Erik, die ik toen accountmanager van ons overleden. Nou, weet je, die komt ook voorbij. Ja. Dus het is, manager is, wat ook een deel van het boek is voor mij. Manager is niet alleen die doelen stellen, maar is ook die mensen mee omgaan. Hoe ga je daarmee om? Ja, een van de belangrijke dingen ook in het boek is watersport. En dat werd het eigenlijk ook in jouw werk. Ja, ik ben juist helemaal geen zeiler. Misschien daardoor wel de beste marketeer om te zeilen. Want iedereen vindt zeilen fantastisch, maar dat is een hele kleine doelgroep. We zijn echt anders gaan denken over het zeilen. Komt ook de term rosézeiler voorbij in het boek. Rosézeiler? Ja, rosézeiler. Oh. Dat is een hele grote doelgroep namelijk in Nederland. Dat zijn de mensen die inderdaad zeggen, nou, 2 uurtjes zeilen met een mooi weertje en dan een glas rosé. En we waren al watersportsponsor vanaf 2008. Toen zag ik in het begin inderdaad wel, we konden er mee. Nou, ik had toen Harry, mijn baas, die zei van, ja, we gaan hier veel mee doen. Die kwam net over van een ander bedrijf. En die is een beetje de roerganger geweest om met het zeilen aan de slag gegaan. En wat je hier nu op de schermen ziet, is eigenlijk 2012. Als we met Deltaloid op weg zijn naar de top, maar ook met de zeilers hier op weg zijn naar de top. Nou, je ziet Dorian van Rijsselbergen, goud, ja. Lopke staat daar met brons. Marit daar met de ouders. Ja, en dit was fantastisch. Weet je, hier zijn we ook gaan geven. We zijn de familie gaan uitnodigen naar InWay met op die boot, op de Hollandboot. Ja.
Ja, en daar een hele bijzondere band. Hè. Je ziet Lilian de Geus linksonder, fantastische topper. Was daar nog talent? Hebben we uitgenodigd, hebben we gegeven. Joh, kom ruiken aan de Olympische Spelen. Nu wereldkampioen. Ja. Dat kan gewoon niet, weet je, die gaat nu naar Tokio. Die begint helemaal te stralen. Ja, maar die gaat goud halen, Sander. Hey, die gaat goud halen. Maar trouwens, die andere ook, hè? De bouwmeester en Lobke. Ja, allemaal. Ja. En Lobke is een van de toppers die op de cover van het boek staat. Ja. Daar heb jij een speciale band mee. Ja, Lobke is natuurlijk van 2008 had ze al zilver. Toen kenden we elkaar nog niet. We zijn in 2012 zijn we steeds meer gaan samenwerken. Daarna de meest gekke, ze was klaar met zeilen in 2012. Toen heb ik gebeld, zullen we wat leuke dingen gaan doen? Heeft ze een heel businessmodel samen ontwikkeld. In 18 volgens mij is ze weer gestart. Gaat nu weer naar Tokio op 39. Misschien, ja, ik durf het niet te zeggen of ze al 40 is, maar die gaat nu nog een keertje vergoud. Tot zijn 5. Een te hoge leeftijd bij een vrouw inschatten. Nee. Dan krijg je rommelers mee. Ja, hè, ja, nee, ik denk 37. Ja. Hey, en heel bijzonder is, zij kon er niet bij zijn vandaag, helaas. Maar ze heeft wel speciaal voor jou een filmpje gemaakt. En daar gaan we eventjes naar kijken. Ja. Vijfvoudig wereldkampioen, Olympisch brons, Olympisch zilver en nu nog steeds top van de wereld en natuurlijk kanshebster op goud. Jouw motto, Wim, en daar heb je ook naar geleefd, is geven is leven. Haar motto, winnen wint nooit. En daar is ze dan, Lobke Berghout. Nou Lobke, ga lekker zitten, fijn dat je er bent. Nou Wim, Sander, kijkers thuis, de zeilkoningin zit op haar troon. We gaan beginnen. Ja, voor jullie op afstand, maar voor mij heel dichtbij. Dichter dan 1,5 meter, want we zijn allebei getest, negatief gelukkig. Lobke Berghout, wat een eer dat je er bent. Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ja, ik ben net terug van het WK. Een mooi meetmoment voor de Olympische Spelen en misschien wel de laatste. En daar zijn we tweede geworden, dus we zijn helemaal running up to the games. Jij gaat natuurlijk voor goud. Wat is daarvoor nodig? Het allermooiste wat dit jaar ontstaan is, is dat de bond die heeft weer een nieuwe partner gevonden in Allianz. Die zowel de topsport, maar ook de breedte sport weer ondersteunt voor heel veel meer jaren. En ja, dat is heel waardevol, want daardoor kunnen wij onze dromen nastreven. Maar kan ook de jeugd hun dromen en hun doelen zien. Ja, werkelijkheid worden. Jullie als voortrekkers in de top, eigenlijk voor de hele breedte. Nou, fantastisch natuurlijk, hè? En kiss of life om het maar zo te zeggen. Maar je hebt ook een boek meegenomen. Je bent niet alleen wereldkampioen en Olympisch medaillewinnares, je bent gewoon covergirl. Ja, ik ben heel trots en het is nog bijzonderder omdat Bibian op de voorkant prijkt. En dat is best een emotioneel besef. Maar ook een heel mooi besef. En de man die er ook op staat, waar jullie ook mee raakvlak hebben, ook zo'n positief mens, is natuurlijk Wim de Bundel. Hey, hoe is jullie relatie? Hoe zit dat? Wim de Bundel, Lobke Berghout? Ja, Wim vroeg mij, heb jij niet 5 tips om 5 keer kampioen te worden? En wij hebben samen het klantmodel ontwikkeld. Ja. En we hebben binnen het bedrijf mensen bewust gemaakt van wat er belangrijk is om succesvol te zijn. En de K staat daarin voor kennis delen en innovatie. Mm-hmm. De L staat voor luisteren. De A staat voor afspraken maken. De N staat voor navigeren en richting een doel werken. Ja. En de T uiteraard ook in bedrijven staat voor teamwork. Lobke, wat vind je van het boek? Ja, het is een heel mooi boek geworden. Allereerst is het heel levendig. Naast platte tekst zitten er heel mooie foto's in. Ja. Van heel veel mooie belevenissen en gebeurtenissen die leerzaam zijn, inspirerend zijn. Een voorbeeld is de huldigingen op de Olympische Spelen. Het winnen van een aantal prijzen wat Wim heeft gedaan en wat daar allemaal is bij komen kijken. Ja. En heel veel inspirerende mensen en projecten. Hij heeft ook van die QR-codes toch in het boek geplaatst, toch? Ja, klopt. QR-codes naar muziekstukken, huldigingen, lezingen. Ja, en ik denk voor iedereen staat er iets in wat heel waardevol kan zijn. Als mens, maar ook als bedrijf of als topsporter. Nou, ben jij nou net zo enthousiast zoals wij over het boek Geven is Leven? En wil je echt al die verhalen voelen, beleven? Bestel dan jouw exemplaar op gevenisleven.nl. €5 gaat direct naar de Mentality Foundation. Hoe mooi is dat? Jongens, hartelijk bedankt. Een lieve groet vanuit Hoorn. Heel veel plezier bij deze live show. Nou, je wordt mooi in het zonnetje gezet, Wim. Ja, maar er zijn ook toppertjes ook. Hè. Chris en Lobke samen, dat spat de energie natuurlijk vanaf. Geweldig. Maar je zag het ook bij Lobke, hè, hoe dat gaat. Met, weet je, dat ze even die brok in de keel krijgt over Biep, wat Biep doet. Ja, dus, absoluut.
Hey, aan tafel geschoven is ook Bram Westdorp. Hi. Van Avion Fire. Klopt. Ja. Prachtige band. We gaan jou dadelijk horen. Maar eerst nog even naar jou, Wim. Ja. Het goede doel speelt bij jou echt een hele belangrijke rol. Hoe is dat zo gekomen? Ja, als we kijken naar die tweede episode die ik beschrijf, 2012-2016. Ik kom terug van de Olympische Spelen. We hebben met bedrijf goud gehaald. Ja. Met de Olympische Spelen, Dorian haalt goud. Ja, in één keer Selma helemaal ziek, mijn vrouw. En ja, dat ze? Ja, borstkanker heftig. Even afkloppen, hè, dus het is allemaal goed gekomen. Maar dan staat wel je leven op de kop. En dan ga je eerst kijken naar de betekenis van het leven. Ja, leuk dat goud. Maar als er geen geluk bij is, ja, wat heb je dan aan goud? Hè? Dat betekent niet dat goud niet mooi kan zijn. Daar moet je ook van genieten. Maar die andere kant erbij. En ja, een beetje zoals bij mij wel vaker dingen gebeuren. Ik zie wat voor mijn neus, ik pak het en we gaan er wat mee doen. En ja, dat is eigenlijk op dat moment serious request geweest. Er was een periode dat ik ook wat afleidingen zocht voor mezelf. Ja, weet je, even hopen dat het allemaal goed komt. Maar laten we nog meer leuke dingen gaan doen. En, dat is eigenlijk serious request een beetje voor mij wat gekke dingen uit voortgekomen. Nou, een beetje gekke dingen. Ja. Jij bent een serious request freak. Je hebt echt ongelooflijk. Jij hebt wereldkampioen kopen in het glazen huis ben jij geweest. Hoeveel items heb jij gekocht van Serious Request? Ja, in de loop der jaren 80, in 8 jaar. 80 items? Ja. Is dat niet normaal? Bram? Ja, dat is bizar. Je hebt meeste, toch? Ik weet niet, ik heb nooit gedaan. Ze hebben me nooit verteld wat het meeste is, maar ik zat wel... Ik weet wel zeker dat jij de meeste hebt. Er is dus wel eens iemand gevraagd of er ook een kliniek is om af te kicken, maar dat is wat anders. Ja, werd het op een gegeven moment verslaving? Nou, even voor je beeld. Op een gegeven moment hebben ze een keer gebeld. Ik zat inderdaad, telefoon ging, kende het nummer niet. En ik denk, oké, normaal gesproken neem ik niet op. Spreek met meneer De Bundel. Ja, van Serious Request zijn wij. We checken even, dan wordt hij nogal geboden vanaf een bepaalde account... En we wisten niet of uw account was gehackt. Dus ik liep ook een beetje weg bij Selma. En ik kwam terug inderdaad. Ik zei, nee, klopt allemaal wel. Klopt allemaal wel. Zei, wat was dat? Ik zei, niks. Wat was dat? Ze hadden het al door. Ik zei, ja, ik bied nog wel een beetje. Wat ben je nou weer aan het bieden dan? Ik zei, ja, alleen maar leuke belevenissen. Dus je had zoveel gekocht, ja. Dat op een gegeven moment ging er een belletje rinkelen van hier klopt iets niet. Ja. Ja, ik bied ook over jou. Weet je, ik kijk eigenlijk naar dingen die ik mooi vind om te kopen. Hè? Belevenissen. Ik koop bijna nooit spullen. Gewoon belevenissen. Maar ik weet wel wat de prijswaarde is. Dus soms zit ik ook op te bieden. Ze vonden het niet leuk bij Serious Quest. Ja, die moet niet opbieden. Ik zeg, dat is de bedoeling van de veiling. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dus, ja. Ja. En zo ben jij tot een van je mooiste veiling-items gekomen. En dat was Bram. Ja, dat was een heel uniek moment. 2016, heel pittig jaar. Mijn moeder komt inderdaad met duidelijkheid longkanker, uitzaaiingen naar de hersenen. Half jaar, drie kwart jaar, een jaar. En ik had zoiets, ja, weet je, dat is heel heftig als dat binnenkomt. Ja, tuurlijk. Maar na een tijdje komt er ook het besef dat je nog een tijd krijgt. En als je dat naast elkaar kunt zetten, dus het verdriet van het verliezen is er. Maar je kunt er nog wat naast zetten. En toen zag ik bij Serious Request, Bram had aangeboden een nummer op maat te maken voor iemand. En, dus echt een lied te schrijven. Ja, dus ik heb inderdaad Bram afgesproken. En ik zei, joh, ik zou heel graag een nummer voor mijn moeder hebben. Maar het moet niet haar nummer zijn, maar gewoon voor iedereen die iemand gaat verliezen. Een moeder gaat verliezen of een dierbare. En de tijd die je nog met elkaar hebt, ja, zet die dan in. Weet je, je kan niet kiezen of die klote zo even bij komt. Maar als die komt en je hebt nog tijd, nou, daar ben ik over aan Bram zitten. Dus ik vind het ook echt supercool dat ik hem belde een paar weken geleden. En dat hij zei, ja, ik kom, weet je, dat vind ik gaaf, Wim. Ja, Bram, dan zat je opeens met Wim De Bundel aan de koffie. Hoe was dat? Ja, sowieso natuurlijk heel bijzonder. Ik had dat item online gezet. Natuurlijk niet denkende aan dat ik zo'n vraag zou krijgen, weet je wel. Als je zoiets doet, dan gebeurt het vaak, mijn vriendinnetje, ik wil iets liefs voor haar schrijven of zo. Dus toen kreeg ik deze vraag van Wim en het was wel echt, even wel van een andere orde, even, weet je wel. Dus wij zijn toen samen gaan zitten in Amsterdam, waar ik woon, en toen heeft hij me gewoon verteld over zijn moeder en een beetje geschiedenis, maar vooral ook van, ik wil het vooral hebben over positieve en wat we nog wel kunnen gaan doen. En ik heb gewoon zo goed als ik kon geluisterd en geprobeerd om die dingen in een liedje te verwerken. Ja, was het moeilijker dan bijvoorbeeld een liedje schrijven over iemands vriendinnetje? Was dit moeilijker omdat er zoveel emotie bij komt kijken? Tuurlijk, want je wil gewoon de opdracht eer aandoen. Dus je, maar voor iemands vriendinnetje kan je best nog wel van, weet je wat... I love you, strikt erom. Ja, toch? Maar dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde gewoon iets maken wat precies was wat jij wilde hebben. Ja, het was zo mooi, Sander. Weet je, ik kreeg op een gegeven moment in juni, ik zou met Selma een paar dagen later met vakantie gaan, ik kreeg een mailtje van Bram. Hij is klaar.
En dank je wel dat ik dit mogen doen. Dan denk je, hè, dank je. Wat, hoe goed zit die jongen in elkaar? Dat hij dankt, terwijl hij zo'n mooi nummer heeft te maken. Ik heb mijn moeder gebeld. En wij zijn op vakantie gaan. Ik wilde het toch laten horen, want we wisten niet hoe lang ze hebben. We hebben samen nog geluisterd. We zijn terug naar de vakantie, hebben we nog samen zitten luisteren. Ja, en echt op de sterfdag hebben we nog een laatste keer gehoord bij de uitvaart uiteraard. En dat heeft zo geholpen ook in dat... Mensen zeiden later ook van, joh, een rotjaar heb jij gehad 2017, je moeder is overleden. Ik zei, ja, tuurlijk, maar ik heb zulk, weet je, mede dankzij Bram ook zoveel ernaast mogen zetten. En ik denk dat dat, dat is ook een beetje wat ik in het boek wil meegeven. The shit happens, maar ja, wat je ermee doet, probeer daar iets mee te maken. En als je dan een artiest als Bram hebt die dat liedje het overtaalt, dan zit ook inderdaad every second of time is a gift. Nou, laten we daar een beetje vaker aan denken. Zo is het. Bram, zou je het willen spelen? Tuurlijk. Geweldig. Ga naar je luisteren. Klasse, Bram. Dank je. Of a journey together, your hand in mine, in my heart forever. Every second of time is a gift, each moment a treasure to spend it together. Come home, and oh, if you could just know how grateful I am for someone like you to grow up and learn from, someone like you. Oh, you gave me the world, showed me step by step, and now the tables have turned. I know you'll understand, because light are the days of a journey together, your hand in mine, in my heart forever. And every second of time is a gift, each moment a treasure to spend it together. Storms and silence, strong as a diamond, warm like no other. Warmth and guidance, the oldest alliance, a child and a mother. Storms and silence, strong as a diamond, warm like no other. Warmth and guidance, the oldest alliance, a child and a mother. So light are the days of a journey together, your hand in mine, in my heart forever. And every second of time is a gift, each moment a treasure. Let's spend it together. Westdorp. Mooi man. Schitterend.
Hoe is het voor jou om dit te horen? Ja, heel bijzonder. Weet je, dit is de foto van de rouwkaart van mijn moeder. Weet je, en dat Bram dit dan, weet je, dat hij zo'n verdriet zo'n mooi plekje kan gaan helpen geven. Ja, dat is gewoon, en dat vind ik het mooie aan heel veel artiesten, wat die kunnen brengen met muziek. Dus ja, ik geniet hiervan, hoe gek het ook klinkt. Wel, ja, ik had het natuurlijk zo graag gehad dat mijn moeder hierbij was geweest. Zo ja. Gaaf dat mijn vader en mijn schoonmoeder zitten te kijken. Dus ja. Kijken wat er wel is, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Even terug naar het boek. Episode 3 komen we eruit. Ja. Ja, en dan kun je eigenlijk wel zeggen dat alles op zijn plek begint te vallen. Ja, op een bepaalde manier wel. Weet je, het is een puzzel. Ja, episode 1 is gewoon gas geven, ga je met bedrijf in de slag, krijg je tegenslag en dan ga je kijken wat die betekenis oplevert. Nou, dat hebben we gezien. Ik heb Daniel de Hoed Kliniek, die hadden ons Selma geholpen, ben ik geweldig geen dingen doen. En hier komt eigenlijk ook die topsport weer terug. Het is de periode 2016-2019. Worden we als Delta ooit overgenomen door NN? Nou, dat doet ook wel wat even met je. Normaal gesproken ben je heel blij als geselecteerd wordt voor Oranje. Nou, kan je vertellen, dat was even anders, Sander, deze keer. Maar dan moet die knop weer om. Nou, en hier komt eigenlijk ook dat we met business, met topsport, hardlopen. We zitten met Nationaal Nederland, ik praat nog steeds over zitten. Moet je kijken, zaten. Zaten we in een marathon. Of het is in het hardlopen. Mm-hmm. En... Maar ik wilde ook met dat goede doel gaan doen. En ik had Marcel en Guido in Rotterdam, die hadden ook al dingen met de marathon met goede doel gedaan. Ik denk, ja, waarom kunnen we dat ook niet gaan doen met Nationaal Nederlanden? Alleen hier, net zoals bij het zeilen, niet zoveel mensen lopen de marathon. Dus ik zei, je moet ook een rosé-runner hebben. Nou, dan moet je wel een leuke uitstraling hebben. Dus we hebben inderdaad gezegd, nou, laten we met klanten gaan lopen. En voor het goede doel. En op een gegeven moment, zeg ik, Suzanne Crummins, die is 10 kilometer lopen. Dat is een afstand die veel meer mensen mee kunnen maken. En ik dacht, ja, als we daarna wat mee gaan doen, het is uiteindelijk de kwartmarathon geworden. Dus lekker in de ochtend om 11 uur ga je dan die kwartmarathon lopen. En je hoort hem al, hè, rond 1:30 kan dat rozeetje als het mooi. Ja, nou, natuurlijk hadden, dan kunnen we natuurlijk het mooie. Nou, dus wat gebeurde er? We hebben Suzanne gebeld. En zijn we aan de slag gegaan. En je ziet daar inderdaad links de foto op het scherm. De 68.000 euro het eerste jaar hebben opgehaald. Wauw. Voor mij was het eigenlijk business, topsport en goed doen, dat die cirkel een beetje rondkwam bij elkaar. Dus ja, dit was voor mij echt een cool moment. En Suzanne is ook een topper om mee te werken. Echt gigantisch, ja. Nou ja, dat blijkt dan. Je hebt ook pontificaal op de cover gezet. Ja, dat is mooi. Want kijk, ze staat niet meer goud. Maar dit is zo mooi. Kijk, normaal gesproken, maar zij zegt dat zilver is voor mij goud. En dat snap ik in het hardlopen. Als je natuurlijk tweede wordt, en normaal gesproken winnen natuurlijk heel Kenia wint eerst. Ja, voor haar was dit goud, dus ik had met haar het gesprek erover. Ik zei, moet je niet met de gouden plaats? Ze is ook Europees kampioen, maar met een groepje. Maar dat vindt ze niet leuk. Dit is haar ding. Ik zei, nou, weet je, het is jouw ding. Maar voor haar voelt dit als goud. En het is goud, goudmensen. Ja, gaat ook naar Tokio. Mooi. Dus ik vond haar symbool staan op de cover van voor de periode voor Nationaal Nederlanden, dat we die mooie dingen gingen doen. En wat dus ook mooi is, ook zij heeft speciaal voor jou, voor vandaag, een video opgenomen. Laten we even gaan kijken. Hoi Sander en Wim en natuurlijk alle kijkers thuis. Ik sta nu in een prachtig bos vlakbij Hilversum, het trainingsgebied van een van Nederlands beste Olympische atletes, Suzanne Crummins. En ik heb de gelegenheid gehad om haar wat vragen te mogen stellen, dus daar gaan we nu naar kijken. Suzanne Crummins, Nederlands atleet die al vanaf jonge leeftijd titels binnenhaalde. In 2018 haalde ze op de Europese kampioenschappen in Berlijn de zilveren medaille voor Nederland binnen. En nu, 3 jaar verder, is ze klaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Suzanne, hoe gaat het nu met jou? Gaat goed. Ik ben gewoon lekker aan het trainen voor Tokio. Over een maand ga ik op hoogtestage en dan ga ik op 1800 meter hoogte in de ijle lucht de laatste voorbereidingen doen op Tokio. Dus dat is wel heel leuk. Je bent flink aan het trainen geweest. Hoe was dat voor jou in coronatijd? Nou, gelukkig loop ik hard. En hardlopen kun je gewoon buiten in het bos in een mooie omgeving. Dus dat is wel heel fijn dat je dan gewoon eventjes gewoon weg bent van alles. En gewoon echt op je verstand op nul en gewoon lekker rennen. Dus dat is wel heel makkelijk. Hoe ben jij met Wim in contact gekomen? Ja, dat kwam dus eigenlijk in 2018. Want toen ik dus bij het EK atletiek in Berlijn liep, toen de laatste paar ronden, leek het net of ik zou gaan vallen. En nu zelfs als ik nog de beelden terugkijk, denk ik wel eens van, oh my god, gaat ze de finish wel halen? Na mijn wedstrijd belde Wim opeens, want hij had die beelden ook gezien. En hij dacht van, die stervende zwaan, dat zag er prachtig uit. Zou jij ambassadeur willen zijn van de Hardloop Challenge? Kan je de kijkers thuis kort uitleggen wat de Hardloop Challenge precies inhoudt?
De hardloopchallenge is eigenlijk iets van NN. En ze hadden dus besloten met relaties de 10 kilometer, of eigenlijk het kwart marathon te gaan lopen bij de Marathon van Rotterdam. Om dan geld in te zamelen voor het goede doel. En dat goede doel was dan de Linda Foundation. Dat klinkt mij als een toffe ervaring. Dan ben ik toch benieuwd. Waarom zei jij ja op de vraag of je ambassadeur wilde worden van de hardloopchallenge? Nou, ten eerste vond ik het goede doel. Linda Foundation vond ik gewoon een heel mooi goed doel. Want die zette zich in voor families eigenlijk met kinderen die in armoede opgroeien. En in Nederland is dat 1 op de 8 kinderen. En in Rotterdam is het zelfs 1 op de 4. Dus ik vond het wel heel belangrijk dat ze zich daarvoor inzetten. En dat ik daarbij kon helpen en mijn steentje kon bijdragen. Dat vond ik al een heel mooi idee. Ik heb begrepen dat de kick-off van de Hardloop Challenge van de Nationaal Nederland een hele bijzondere dag was. En ook nog op een bijzondere locatie. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Ja, dat was zeker een hele mooie dag. En die kick-off die was dus bij de Friendship Sport Center in Amsterdam. En dat is eigenlijk een sportaccommodatie die helemaal is ingericht voor kinderen en jongeren met een beperking. En daar hebben ze onder andere een voetbalveld, een zwembad, maar ook een atletiekbaan. Nou, en daar kwam ik dus voor het eerst in contact met Fleur Jong. En zij is een Paralympisch atlete. Zij doet de 100 meter en het verspringen. En ze is gewoon echt een hele goede atlete met een heel indrukwekkend verhaal. Dus het was heel mooi om dat voor de eerste keer daar te horen. En daarnaast was het ook wel heel goed om te zien dat NN naast de Olympische sport natuurlijk ook de Paralympische sport ondersteunt. En dat verbindt weer een beetje met het boek. Want als je bij ieder boek dat via gevenisleven.nl wordt besteld, gaat €5 naar het project Jump van de Mentality Foundation. Dus dan is de cirkel weer rond. Als je nog iets meer zou willen weten over de Friendship Sport Center of over Paralympische atleten Fleur Jong, of wil je nog iets meer weten over de Hardloop Challenge, koop dan het boek Geven is Leven via gevenisleven.nl. En dan doneer je dus ook automatisch €5 aan de Mentality Foundation, het goede doel. Nou, ik ben zelf al begonnen met lezen in het boek en het is echt een geweldig boek. Ik kon het bijna niet wegleggen. Het is gewoon een heel, heel erg inspirerend verhaal wat Wim heeft geschreven. En daarnaast is iedere pagina echt gevuld met zoveel positieve energie die we op het moment echt allemaal kunnen gebruiken. Dus doe jezelf een plezier en koop het boek Geven is Leven of doe iemand anders het plezier. Want ja, geven is leven. Ja, geven is leven. Weer een behoorlijke veer in je kont, Wim. Ja. Het is een beetje de Pulitzerprijs straks, hoor, denk ik. Ik weet niet of die zo goed is, maar ik vind het wel in ieder geval mooi om met mensen als Suzanne te werken. Ik vind het heel gaaf dat ze ook over Fleur zegt en over het Friendship Center. Daar hebben we inderdaad die kick-off gehad. En dat was ook wel weer de link met Fleur, inderdaad, hè, met de bleed. Waarvoor we het ook gaan doen allemaal straks. Ja, want €5 per boek, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, gaat naar de Mentality Foundation. Ja. En aangeschoven is inmiddels Edwin Spee, de man van Bibian. Ja. Ik vind het ongelooflijk goed en knap en sterk dat je hier bent. Echt waanzinnig. Hoe is het met je? Hoe is het met me? Beetje zoals het weer begint vorige week. Het ene moment schijnt het zonnetje en het andere moment krijg je denk ik een bak sneeuw in je nek. Ja. Dus dat wisselt een beetje. Snap ik heel goed. Je kan het ook niet sturen. Maar Bib die had eigenlijk natuurlijk met Wim gepland om hier zelf te zijn. En die... heeft mij nog gevraagd, vlak voordat ze wegging, dat ze zei van joh, laat alles gewoon doorgaan en kijk of je er zelf bij kan zijn. Ja. Dus toen ik vanmorgen eigenlijk pas besloten, Wim opbelde en zei van ja joh, ik ben er gewoon. Geweldig man, dat je er bent. Ja. En wat ik zo ontzettend bewonder, is ik heb jullie veel samen gezien en jullie waren echt het beste team dat ik ooit heb gezien. Jullie waren echt een tweemansbob. Een tandem. Ja, ja. Nee, we konden het wel leuk vinden met elkaar. Ja, maar ook voor het goede doel. Fantastisch. Ja. Ja, en ook wel complementerend aan elkaar. Want Bib was natuurlijk de warmte. Altijd voor iedereen eventjes tijd. Altijd een arm om iemand heen. Altijd bereid om te helpen. Altijd bereid om voor anderen te zijn. En ik zorgde achter haar rug om dat er ook wel... geld binnenkwam in de organisatie om alle dromen en de mensen te kunnen helpen. Want ze werken natuurlijk in een maatschappij waar je ook geld nodig hebt. En dat besef had Bib natuurlijk helemaal niet. Want die was alleen bezig met geven. Ja. Maar ja, om te kunnen geven moet ook af en toe iets binnenkomen. Ja. En ben je afhankelijk van andere mensen. En onder andere mooie mensen als Wim hielpen dan weer om die dromen uit te kunnen laten komen. Ja. Dus dat... Umberto noemde het een keertje yin en yang. Nou, vond ik nou, wel grappig. Ja. Dat is een hele goeie. Dat vond ik wel grappig. Vandaag heb je Thijs bij je. Jij bent de PR-man van de Mentality Foundation, kan ik wel even zeggen. Aan jullie allebei de vraag, voor de mensen die het niet weten, wat doet de Mentality Foundation?
Maar dan mag de PR-man. Maar ja, hij is nog veel meer dan de PR-man. Het is een beetje mijn rechter hersenkwap geworden. Dus ja, zeker in deze tijden. Mag een klein beetje meesturen in de Bob nu. Maar ja, wat doet de Mentality Foundation? We zetten ons in voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. En dan eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus we organiseren sportevenementen voor ze. We zijn bezig natuurlijk met de jump, waar we het straks nog uitgebreider over gaan hebben. Maar ook gewoon echt mensen die hulp nodig hebben, omdat ze even niet weten waar ze dat kunnen vinden. Ja, bel, mail, benader ons. En we gaan gewoon kijken naar oplossingen voor je. Want uiteindelijk vinden we dat iedereen de gelijke kans moet krijgen om de beste versie van zichzelf te worden. En voor mensen met een beperking is dat nou gewoon een stuk moeilijker in Nederland. En daar willen we ons voor inzetten om gewoon te zorgen dat, ja, dat je dezelfde kansen op ontwikkeling krijgt als iedereen. Ja, want Edwin, Bibian en jij natuurlijk ook Thijs, maar jullie twee zijn echt de gezichten van de Mentality Foundation. Wat wil je bereiken? Ja, wat Bibian het wel heel erg leuk zei, en dat is natuurlijk voor commerciële bedrijven niet de allerbeste doelstelling, is dat we niet meer nodig zijn. Ja. Dan zijn we klaar. En gelukkig hebben we nog veel meer gezichten. We zien een aantal gezichten nu op de foto. De langste, Marijn Koek, die werkt ook bij de stichting. En wat wij willen bereiken eigenlijk is dat er uiteindelijk geen verschil meer is tussen mensen met beperking of zonder beperking. En dat gewoon, bedoel, ook wij hier aan tafel, valide of niet, we hebben allemaal zo onze eigen specialiteit, onze eigen mogelijkheden, precies, onze eigen beperkingen. En het vervelende is op dat mensen echt een fysieke beperking hebben, er al heel snel gekeken wordt naar die beperking in plaats van de mens zelf. Ja. En ze kunnen vaak zoveel meer één dan ze zelf denken, maar vooral dat de maatschappij hun aanpraat en denkt over ze. Ja. Dus dat is eigenlijk waar Biep zich altijd voor inzette. En de afgelopen weken, de week voor haar dood, maar ook de weken na haar dood, ben ik nog eens goed gaan nadenken. En wat zij nou zo heel bijzonder deed, is dat ze dus, ja, voor iedereen in oplossingen dacht en die en probeerde mee te denken en te helpen. En eigenlijk een soort van warm bad was. En dat is eigenlijk ook wat wij als stichting gewoon willen blijven doen in haar nagedachtenis. Dat we, ja, gewoon altijd voor iedereen er zijn om naar de mogelijkheden te kijken die er zijn in plaats van de beperkingen. Ja. Dat is het belangrijkste. Het lijkt me wel dat er opeens nu een extra druk op je schouders rust. Of valt dat mee? Nee, eigenlijk niet juist. Het is eigenlijk helemaal van me afgevallen. Ik heb de afgelopen jaren, want Biep werd in mei 2016 voor het eerst opgegeven. En toen dacht ik van, oh my god, we hebben nog zoveel dingen die dromen van haar in de stichting. En ik heb eigenlijk de afgelopen jaren enorm lopen jagen om haar maar te laten zien, te bewijzen van, dat gaat nog lukken. En dat is redelijk een vorm aangenomen. Maar ik heb nu veel meer rust, want ik hoef haar nu niet te bewijzen dat het binnen een jaar of binnen 2 jaar al gelukt is. En dat was überhaupt, ik kom uit uit de commerciële wereld, zelf commerciële bedrijven gehad. En toen ik directeur werd bij de stichting, toen dacht ik zo, nou, dit probleem gaan we even in 3 jaar tijd oplossen. Maar ja, als je dan kijkt, Fonds Gehandicaptensport bestaat al 50 jaar, de Johan Cruijff 7 bestaat al 20 jaar, zo zijn er heel veel. Dus daar moest ik wel een beetje van worden teruggefloten. En nu hebben we gewoon gekeken van, nou, het gaat niet zozeer om hoe snel we het oplossen. We willen de mensen gewoon gaandeweg blijven helpen, blijven steunen. En gewoon, we zien wel wanneer uiteindelijk het probleem opgelost is. Want daar hebben we zowel de mensen met een beperking zelf voor nodig, als alle mensen in de maatschappij eromheen. En, ja. Dus er is eigenlijk zelfs een beetje meer rust over mij gevallen. Wauw. Dus, hey, ik zag het sub-evenement laatst. Ja. Onwijs leuk ziet het eruit. Ik kan me voorstellen dat je heel veel inspiratie haalt uit de verhalen van mensen, de reacties van mensen die je allemaal helpt. Nou ja, wat heel leuk is bij ons, is bij de evenementen, is dat wij dus niet evenementen organiseren voor SEC alleen maar mensen met een beperking. Eigenlijk zijn bijna al onze evenementen zijn gemixt. Je kan je broertje, je zusje, je vriendje, je kan iedereen meenemen. En we gaan dus valide en uitdaging gaan we op een subbord gaan we met z'n allen gaan we suppen. En ja, ook ik heb natuurlijk met Biep 8 jaar meegereisd rondom de Paralympische Spelen. En als je de verhalen hoort van atleten, zijn altijd mooie verhalen. Maar als je de verhalen hoort van Paralympische atleten, ja, die zijn nog zoveel meer bijzonderder. Een jongen die wij in het snowboarden, die heette dan Sharkbite. Die heeft gewoon gevochten met een haai en zijn beide armen zijn afgebeten. Zo. En die is depressief geworden, maar uiteindelijk toch weer uitgekomen en gewoon een goede snowboarder geworden. En zo is het een legio aan verhalen.
En gelukkig hebben wij ook binnen de stichting, nu Biep weggevallen is, ja, jongens als, als Thijs, als Marijn, ja, die zelf ook precies in het leven staan zoals, zoals Biep in het leven stond. Niet kijken naar wat je niet kan, maar wel kijken wat je wel kan. Ja. Ja. Hey, Thijs, de jump. Daar gaan we het allemaal voor doen, hè? Wat is de jump? Ja, de jump is, het is eigenlijk een overkoepelende naam voor de junior modulaire prothese. En de jump. Dat moet je even uitleggen, hoor. Wacht even. Ja, ik heb hem ook bij me. Junior modulaire prothese. Ik zal hem even erbij halen. Ja, fijn. Dat is een stuk makkelijker. Dan hebben we hem ook in beeld. Oh, kijk. Ja, de jump is een project, een nieuw protheseproject waar we mee bezig zijn. Waarbij we het eigenlijk veel makkelijker willen maken voor kinderen en jongvolwassenen. En eigenlijk iedereen met een prothese die meer wil uit zijn leven wil halen. Om meerdere voeten onder te klikken. Want eigenlijk moet je het een beetje vergelijken met een schoen kopen. Als je een prothese krijgt, die krijg je 1 tot 3 keer in de 5 jaar, krijg je die vergoed. Maar eigenlijk krijg je dan een heel simpel basisvoetje. En wij noemen dat eigenlijk vaak een klomp, want hij geeft niet mee en het is een heel onhandig ding. Maar daar moet je dan wel alles mee doen. Dus dat zou, ik zou deze van jou geven. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat jij met die klomp moet jij hardlopen. Je moet ermee zwemmen. Je moet ermee naar school. Je moet ermee goed kunnen fietsen. Mm-hmm. Misschien wil je wel wandklimmen of hockeyen. Maar dat moet je allemaal doen met 1 paar schoenen. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Nee. Wil jij een tweede voet? Wil jij een hardloopprothese of een goed been waar je op kan hockeyen? Nou, dan kan je die zelf aanschaffen. Of soms zijn er potjes bij de gemeentes. Maar dat zijn altijd hele lastige wegen. En dan kost het 10.000 tot 15.000 euro. Zo. Nou ja, er zijn natuurlijk heel weinig mensen die dat gewoon particulier kunnen betalen. Dus wat hebben we nu bedacht bij de foundation? Dat is de jump. En Edwin gaat het zo even laten zien. Maar het is eigenlijk een prothese waarbij we de quick release adapter hebben ontwikkeld. Die is echt van onszelf. Waarbij je heel makkelijk van voet kan wisselen. En we willen dus eigenlijk dat iedereen die een jump prothese krijgt. Uiteindelijk willen we dat het in de basisbeurs komt. Dat het echt iedereen, voor iedereen beschikbaar is. Waarbij dus iedereen 3 voeten krijgt. 1 basisvoet. Met ook een speciaal ontwikkelde voet, de Arx, die je al in meerdere standen kan zetten om makkelijk buiten te spelen, om op de fiets te stappen. Maar ook dat mensen de keus krijgen om, welke sporten wil ik nou nog meer doen? Wil ik een watervoet, omdat ik daar makkelijk mee kan zwemmen en goed mee kan douchen? Of wil ik juist een wielrenfiets, omdat ik graag op de fiets zit? En dat eigenlijk iedereen dus standaard 3 voeten krijgt, waarmee je eigenlijk sneller kan wisselen van prothesevoet. Dan dat jij je schoenen zou kunnen wisselen. En, hij ligt hier op tafel. Want even voor de duidelijkheid, is dus de zorgverzekeraars vergoeden 1 been. En wil jij dus een sport gaan beoefenen, dan heb je een heel been weer erbij nodig. En Bibian had thuis 7 à 8 benen had ze staan. Eentje voor het snowboarden, eentje voor gewoon normaal lopen, eentje voor onder de galajurk, want dan kon ze een hoog hakje aan. Eentje voor het fietsen, eentje voor het zwemmen. Maar voor elk activiteit had ze een volledig been nodig. En zo'n been kost 10.000, 15.000 euro. Maar dat is toch... Ja, iedereen zou toch moeten mogen sporten, zou je denken? Absoluut. Dat zou toch sowieso in het basispakket horen? Absoluut. En dat proberen we natuurlijk sowieso, zijn we daar ook mee bezig. Maar wat we eerst willen is gewoon valideren en laten zien hoe belangrijk het is. En dat het ook op een andere manier kan. Dus wij hebben inderdaad een quick release adapter. Dat is door middel van een schroefje losdraaien. Kan je het been de voet eronder uit klikken. Ja. En op het moment dat ik nu een andere voet heb en ik klik die eronder en ik draai hem vast. Het kost helemaal geen kracht, maar nu zit hij zo vast als nodig. Ja. Nu splits ik dus al het been op in slechts de bovenkant, wat persoonsgebonden is. Want de koker, daar gaat de stomp van de gebruiker in. Ja. En ik kan er dus gewoon 2-3 voetjes bij hebben. Nou, zoals je op de foto ziet, dat maakt het dus al veel goedkoper om te zeggen, ik heb 1 been met 3 voeten. Nou, dat proberen we nu. We hebben de eerste 12 hebben we rondlopen. We willen ongeveer 75 mensen rondlopen die we 2 jaar volgen. Zodat we ook echt wetenschappelijk bewijs krijgen naar de zorgverzekeraars. Van jongens, kijk, het kan op een veel simpele manier. 1, je hebt die verantwoordelijkheid naar die kinderen toe. Dat ze niet thuis op de bank zitten met een slechte prothese en slechts 200 meter kunnen lopen. Maar want het gaat niet eens zozeer om sport. Hè? Maar als een kindje naar de Efteling toe gaat en zijn vriendjes die zien de achtbaan, dan gaan ze allemaal rennen. Ja. En dan staan zij vervolgens in de rij en dan komt Jantje met zijn houten poot, die komt er achteraan gehinkeld. En die staat vervolgens ergens anders in zijn eentje in de rij. Dus die wil de volgende keer niet meer mee. Dus die kinderen raken sociaal geïsoleerd, zitten thuis op de bank, doen niet meer mee in de maatschappij, worden dikker, krijgen ook nog andere kwalen. Dus ze kosten de zorg feitelijk ook nog meer. Ja. Nou, wij hebben gezegd, net als professor Erik Scherder zegt, dat iedereen moet bewegen. Dan moet ook iedereen moet kunnen raffotten, spelen, sporten en alles. Ja, daar hebben wij deze ontwikkeling voor gemaakt. Zodat je
Al zou de zorgverzekeraar het niet vergoeden, wat wij wel vinden, hè, de eerste basis 2-3 voeten. Dan kan je gewoon straks een losse voet bijkopen bij de Decathlon of bij de Nike Store. Ja. Zodat je niet 10.000-15.000 euro kwijt bent, maar in ieder geval gewoon voor een losse voet 1.000 of 1.500 euro nog. Precies. En dit is jullie uitvinding? Dit is onze uitvinding, ja. En dan moet ik zeggen, het is een uitvinding op een uitvinding, want er zijn er al wel meerdere die in principe hetzelfde systeem hebben. Alleen die zijn of veel te groot of veel te zwaar, waardoor ze voor kinderen niet gebruikbaar zijn. Want dan zit er gewoon, het is een element wat dan bijna een kilo, anderhalf kilo weegt. Ja, ja, dat is ook weer niet te doen om die onder je prothese te hebben. Ik heb een goed idee. Als je nou gaat praten met die zorgverzekeraars, weet ik, iemand die je mee kan nemen, die hoort geen nee. Die hoort alleen maar ja. Ja. Ah, hij begint al te lachen. Ja. Dat is namelijk Wim de Bundel. Ja. Wim, ik weet dat jouw raderen nu draaien, of niet? Ja, nee, maar sowieso, weet je, de raderen draaien altijd. Verleden jaar, toen ik begon met het boek, was het eerste raderen, de stapje ervoor, was natuurlijk, ja, weet je, ik heb zoveel mooie goede doelen meegemaakt. Maar ik zeg altijd een beetje gekscherend, ja, red de ezel, begin ik ook weer te rennen. Maar ergens moet je gaan trechteren. En nou, voor mij was het op een gegeven moment, toen ik die foto ook had van Bibian. Hè, voor mij staat Bibian dat hoogste doel op dat boek voor goud en geluk wat samenkomt. Dus de foto van Sochi. Hè, daar is jarenlang heeft ze aan zitten klussen met Edwin, met het team. Om te komen op de Olympische Spelen. De Paralympische Spelen. En toen ik terug ging denken van ja, welk goed doel wil ik nou helpen? Was voor mij ook die Paralympische Spelen die inderdaad, wat Edwin zegt, die raken me zo, joh. Weet je, ik weet niet, hoe heet die ene mooie serie op Netflix die... Dit is een fantastische documentaire. Nou. Rise of the Phoenix? Ja. Ja. Ja, weet je, als je die ziet, die moet je allemaal eens kijken op Netflix. Dan weet je, ik heb het van dichtbij mogen meemaken. 2012 ben ik Paralympische Spelen het zeilen geweest met het team, met de Sonar. Nou, steeds meer met mensen te maken gehad. Rolf Schama bij het zeilen. Dus ik had zoiets van, oké, het wordt iets met Paralympisch. Het wordt iets, nou, het werd iets met Biep. En verleden jaar zit ik in de tuin met Edwin en met Biep. En ik zei, joh, zullen we generiek doen de Foundation of specifiek? En toen was er een kosmosmomentje, Sander. Die het aanwees wat het zou worden. Want de Jump is niet alleen een mooi project, maar dat heet ook de hond van mijn moeder zo als naam. En dat, ik geloof in de kosmos denken. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is een kosmos momentje, dus we gaan dit helpen. Het is, als je het hoort, er zit ook innovatie in, vind ik mooi. En ik ga, weet je, komend jaar ga ik gewoon vol bak draaien. Net zolang tot dat ding er is op hun manier. Ook een beetje om die gedachtenis aan Biep te leven. Dus we gaan geld ophalen voor de Jump, maar ook om die gedachten goed te laten leven. Ja, sterker nog, je hebt al heel veel geld opgehaald. Ja, ja. Dat vind ik wel een aardig momentje nu om te onthullen. Ja, weet je, dat... Je hebt al heel veel boeken verkocht, terwijl ze nog bij de drukpers lagen. Hoe krijg je het van elkaar? Ja, kampioen armpje drukken. Als je put your money where your mouth is. Dus als je inderdaad zegt A, dan moet je ook B zeggen. Dat is ook wat ik van die topsporters heb meegekregen. Hè. Dus doelen stellen, stappen zetten. Ja, de afgelopen periode hebben we natuurlijk gezegd, het vervelende is, de 5 euro kunnen we alleen vanwege de marge doen als het via rechtstreeks via Geef eens Leven gaat. Dus ik dacht van, nou, ik ga gewoon iedereen. Dus we hebben een site opgezet, Geef eens Leven. Het is ook veel meer geworden. We gaan niet alleen via het boek geld ophalen, maar we gaan straks ook kijken of je, als je een bestelling doet via Coolblue, dat we ook geld gaan ophalen. Yubidoo gaan we samenwerken mee aankondigen. We gaan ook kijken als je via booking.com, allemaal om de geld te doen. Maar van nu hebben we inderdaad een hele berg geld alvast opgehaald door al die mensen in die camera's. Die club van die top 100, die zeiden, joh, gaaf verhaal Wim, wij gaan je helpen inderdaad. Weet je, Allianz die belde van de week, zei, joh, vind het zo gaaf wat je aan me doet met 200 boeken, doen wij, kom een lezing geven, IGNH, mag ik het pand openen. Dus ja, al die mensen aan het helpen, waardoor we een check hebben, mogen we hem al overhandigen? Ik zou het doen. Of zullen we eerst even het boek geven, of vast, hè? Want uiteindelijk... Ja, dat vind ik mooi. Maar even kijken, dit is Edwin's boek, ik had er 2 exemplaren, ik ga jou heel graag het eerste exemplaar geven, Ed. Ik zou je zo graag een knuffel nu geven. 2 weken wachten nog. Ja, dan is jij het allemaal opgelost, Hugo de Jonge. Daar heb jij goede banden mee, zag ik, op dingen. Absoluut. Nee, en jij hebt je prikkel gehad, toch? Ja, bijna. Ja, onder de 60 zit hij elke keer te geiten. Of ja, ik ben daar boven de 60. De grap. Hey Edwin, mag ik jou alvast deze hele eerste check, hè? Dit is pas alleen de voorverkoop. Maar ik doe de trommel. Ja. Ah, kijk eens even. Wow. Ik weet niet waar de camera is, waar die heen moet. Jongens, ja, daar sowieso. Daar. De camera's pakken hem allemaal wel. Overal bij hem kijken. Het voordeel is dat de check inderdaad... Kijk. Nee, we hebben... Normaal gesproken zei de uitgever, we gaan de eerste editie doen van 2500. Ik zei, doe maar 5000. We hebben de 25 en een beetje. Ik kreeg vanmiddag een appje van Marula. We zijn over de 2500 heen. Dus ik geloof, deelt mij door, wat is het? En 13 stuks. Ed, ik ga niet stoppen tot die 10.000 de deur uit zijn via de site. We gaan gewoon een halve ton ophalen om op een of andere manier
dat fantastische gedachtegoed van dat lieve meisje van je vast te houden. En Thijs ook te helpen. En mooi. We gaan gas geven, jongen. Geweldig. We zijn weer terug bij het begin, hè? Gas geven. Echt fantastisch. Het is echt fantastisch. Onwijs bedankt. Ik wil ook iedereen, de mensen die thuis allemaal mee zitten te kijken en het boek hebben besteld, natuurlijk ook onwijs bedanken. Hè? Want, ja. Ontzettend mooi dat iedereen die allemaal een boek heeft. Even allemaal klappen. We horen jullie niet hoor, maar we gaan het allemaal. Ja. Echt. Ja. Ja, dit is wat, hè, jongens. Hey, waanzinnig. Ja, jij gelooft in de kosmos en ik geloof daar enerzijds helemaal niet in, maar ik hoop wel dat er, ik zeg altijd maar, er is misschien wel iets wat ik niet weet wat er is. Want dat zou heel arrogant zijn dat we het universum snappen. Dus ik hoop op een of andere manier dat Biep dit ook nog meekrijgt. En dit is wel hartverwarmend dat je gewoon ook bij leven maar nu nog steeds gewoon haar helpt en haar dromen uit laat komen. Dus onwijs bedankt daarvoor. Geweldig, man. Echt... Ja, ik zit hier echt met kippenvel. Ik vind het echt heel bijzonder. Heel bijzonder wat hier gebeurt. Ja. Jij wil nog mensen bedanken? Ja, dit kan natuurlijk niet zonder dat er zoveel mensen mij gesteund hebben, Sander. Eerst al die mensen die dit gekocht hebben inderdaad. Ja. En dan soms grote getallen. Maar ook als je terugkijkt, toen ik verleden jaar begon. Hè, ik heb al gezegd, zonder mijn zus was dit boek. Ik kreeg fantastische reviews. Fantastisch wat mijn zus, lieve zus, Anneke, toppertje. Mijn schatje, Selma. Weet je, elke keer, ik ben gegrild en gedaan. Ja, maar dat zeg je nou wel, maar dat staat er niet. En elke keer moest ik opnieuw schrijven en opnieuw schrijven. Dus het is er wel mooi geworden als inderdaad gestructureerd geworden. Tijn en het hele team van Uitgeverij De Meent. Ja, hoe is het als Rotterdammer dat je Uitgeverij De Meent heet? Kosmosmomentje noemen we dat maar weer. Ja, dat zijn toch de dingen die gewoon gebeuren. Van Stijl, Ralf en Erik. Ja, die echt niet alleen hè, de vormgeving van het boek, de fotografie. Genieten van al die fotografen die om niet hebben bijgedragen. Hè. Echt. Tientallen, iets van 125 foto's, waarvan de 100, een paar kiekjes van mezelf. De foto van Dancing with the Stars is van mezelf. Maar het merendeel is van de echte goede fotografen. Fantastisch bedankt. Ja, vandaag ook Denkproducties en onze mensen hier van Central Studios. Met iedereen die hier vandaag allemaal om niet heeft zitten helpen inderdaad. En gewoon, weet je, dus een studio, dat is gewoon bizar. Ja, fantastisch. Nou, echt fantastisch. Ik heb het dankwoord volgeschreven. Ik heb me echt wekenlang zitten denken, misschien nog net zo lang gedaan, over wie ik allemaal moest bedanken. Er staan er tientallen in. Maar deze mensen kon ik niet inderdaad zeggen van joh, en natuurlijk, jij amigo, we hebben zulke mooie dingen al gedaan. Sorry dat Edwin me even leent voor dit project. We gaan straks ook weer voor de Sunday door. Maar weet je, super geweest. Natuurlijk de artiesten Bram en Carly en Eva. Dus, maar het zegt ook veel over jou, hè? Dat al die mensen zeggen van joh, we staan er voor Wim de Bundel. Ja, dat zegt ook heel veel over jou. Daarom is voor mij een hele onwerkelijke dag, weet je. Dat toffe peer eerste klas ben natuurlijk. En dat je elke keer voor mensen klaarstaat. Weet je, op gezette tijden en ook op ongezette tijden kom je binnenvallen. Dan staat hij ineens, weet je wel, dan zit je nog in je onderbroek 's ochtends op zondagochtend. En dan komt hij weer binnenstormen. Hij is er altijd. En dat is echt wel een compliment aan jou ook. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dankjewel, vriend. Ja. Mijn moeder zou het zo hebben gewild. Nou jongens, ik hou het bijna niet droog. Maar we moeten het droog houden. Jij wil ook nog even een verhaal vertellen over Spruit en Opperman. Want die spelen ook een belangrijke rol in jouw leven. Ja, dat is sowieso komende maanden. Hè, heb Edwin net openlijk gezegd, we gaan gas geven. Dus we gaan op promotour. Dus ik ga overal en nergens dit liedje zingen. In welke vorm dan ook. Ik stond inderdaad ingecharterd bij Adriaan van Dissen. Hier komt u nog even. Ik ga naar MKB Nederland, bij de Sales Management Association. Komt mijn podcast, overal. Maar... ik ga waarschijnlijk nog wel een beetje op tour met de meiden, Carly en Eva. Ik heb ze verleden, in 17 hebben we elkaar leren kennen. Voor de kunst, een mooie crowdfundings, dus na Serious Quest. Ik denk dat nog wel een slaventje kon erbij. Crowdfunding, voor de kunst en cinecrowd. En stonden Carly en Eva en die wilden hun cd'tje uitbrengen. En hadden daar wat centen voor nodig. Het ging heel goed, maar ze kwamen het laatste setje tekort. Maar ze maakten ook liedjes op maat. En ik dacht, ja, weet je, als we nou eens een dubbelslag slaan. Ik help ze met geld, maar dat liedje maat doen we dan weer voor een andere gelegenheid gelijk. En toen hebben we een deal gemaakt. Ze hebben een lied gezongen op de avond van de Daniel de Hoed. Er was 240.000 door Rotterdammers voor Rotterdammers opgehaald. Fantastisch natuurlijk die meiden. Dus fantastisch. Ik ben niet de enige die geeft. Het barst hier van de mensen in Nederland. Dus ik had gezegd tegen de meiden, joh, ik help je met de centjes. Maar eigenlijk was het eigenlijk dubbel helpen. Hè. Dus heel efficiënt helpen is dat als commerciant. Dus met dat geld hebben we een liedje gezongen. Hebben zij een lied gespeeld voor de Daniel de Hoed. En daarna hebben we hele leuke dingen zijn we gaan doen. Bij het Deltaloid afscheid hebben ze gezongen. We zijn steeds weer samen. Dus we gaan ook toeren als het aan mij ligt. Dus als er bedrijven zeggen, joh, en een liedje en de bundel. Misschien zeggen ze wel, laat die bundel thuis, want die meiden zijn veel leuker. Hè? We gaan dat zien. Maar ik dacht, ik kan niet een website openen. Ik kan niet een boek schrijven zonder dat we ook een liedje Geef Ze Leven maken. En ik heb de meiden gebeld.
En ze zeiden, ja, we hebben toch niks te doen. Het theatertje zit dicht. Ja. Ja. Dus van het een kwam het ander. Dus nou, kom dan ook dit liedje zingen. En ik hoop dat iedereen inspireert. En ik wil iedereen bedanken vandaag. De meiden ook uiteraard. En ik hoop dat iedereen heel veel gaat geven, Sander. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. En geniet van het boek. Want dat gaan jullie natuurlijk allemaal kopen via geveisleven.nl. En denk je nou bij jezelf van nou, €5 van het boek gaat naar de Mentality Foundation. Ik wil nog meer doen voor de Mentality Foundation. Dan kan dat natuurlijk. Dan gaan ze naar de site. Nou, die vind je zo. Kan zelfs veel makkelijker. We hebben ook een slide die zo in beeld komt met SMS Leef naar 4004. Dan krijg je gelijk een linkje. Mocht je nog wat willen doneren, dan is dat mogelijk. Fantastisch. Nog een keertje. SMS Leef naar 4004. Heel goed. Ik wens jullie onwijs veel succes met de Mentality Foundation. Ik wens jou heel veel succes en heel veel plezier met het boek. En wij gaan luisteren naar twee ongelooflijke toppers. Dat kunnen jullie. Leuk. Dat kunnen wij. Als een deur plots wordt gesloten, gaat een ander van het slot. Leef je droom door hem te delen. Geef de sleutel niet aan het lot. Geef niet op, geef niet toe. Geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde. Geef waardoor beleving leeft. Blijf staan waar iemand struikelt. Ga door waar iemand stopt. Sta op waar anderen zwijgen. Want een gevend hart, dat klopt. Wie strijden kan in tijden van verlies en toch verblijden kan. Wie ondanks dat toch strijden kan, heeft een gevend hart dat klopt. Geef niet op, geef niet toe, geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde, geef waardoor beleving leeft. Dus geef het mee en geef het door wat een ander soms vergeet. Geef het weer, geef het echt. Want wie geven kan, die leeft. Laat de kilte van de stilte je niet grijpen als hij komt. Maar geniet, beleef en hou vast aan dat wat je overkomt. Het omarmen van de warmte van een arm om je heen. Geven kun je niet alleen. Geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde. Geef waardoor beleving leeft. Dus geef het mee en geef het door wat een ander soms vergeet. Geef het weer, geef het echt. Want wie geven kan, die leeft. Geef niet op, geef niet toe. Geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde. Geef waardoor beleving leeft. Dus geef het mee en geef het door wat een ander soms vergeet. Geef het weer, geef het echt. Want wie geven kan, die leeft. Want wie geven kan, die leeft.